Bijstandboy staat op een heel bijzonder kruispunt. Het is namelijk de grens tussen de beschaving en de ruige buitenwereld. Hier ziet u het pittoreske wegdek van de gemeente Bunnik. En dat gaat bij deze lijn hier over in het toch iets saaiere wegdek van de gemeente Utrecht. Lieve mensen, wens me sterkte. Bijstandboy, waarom blijf je niet in het veilige Bunnik? Nou, dat heeft alles te maken met deze brief die ik ontvangen heb. Hoi Ivo, ik ben Ineke Dekker en ik ben een biodynamische therapeut. Sinds kort werk ik naast Tessel en Den Helder ook in Amsterdam, aan de Keizersgracht. Graag wil ik jou, uiteraard gratis, meer hoef ik niet te weten. We gaan naar Amsterdam. Bijstandboy is natuurlijk niet helemaal gezond en heen en weer naar Amsterdam, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar wie weet, misschien kan die biodynamische behandeling toch het een en ander compenseren. Bijstandboy is bijna ter plekke en ik kan je vertellen, ik ben wel toe aan zo'n ontspannende massage. Want jongen. Die stad die zit vol met prikkels, zeg. Al dat lawaai van die trams en het openbaar vervoer. En werkelijk, je kan geen stap zetten voordat er weer zo'n duif voor de poot is. Dit is toch niet normaal? Ik kan hier toch niet normaal lopen met al die duiven? Al die toeristen, loop voor de poot, gaat werken, man. Ik heb meer te doen. Zoals een kopje koffie drinken om mijn energie- en stressniveaus bij te tanken. Het was best een lekker bakkie, maar het kopje was zo klein dat ik mijn vinger niet uit het oortje kreeg. Ik heb hem mee naar huis moeten nemen. Er zat ook een hele kleine hamburger bij waar ik nog meer stress van kreeg en gelukkig was het dan ook tijd voor de massage. Hey, hallo Ivo. Ontspanning begint met een lekker kopje thee. Oh, dit werkt allemaal voor geen k***. Ze is er nu niet, ze is even weg en ik zit over die hele tafel heen te morsen. Hoe werkt zoiets? Ik drink nooit thee, ik drink alleen koffie. Voordat de massage begint heeft Bijstandboy wel wat vragen. Want wat is nou zo'n biodynamische therapie? Een biodynamische massage of therapie? Dat wil eigenlijk zeggen, biodynamisch, dat is je levensstroom, dat je die volgt. Dus eigenlijk je lijf volgen. Eigenlijk is Bijstandboy tot de conclusie gekomen dat het heel erg lijkt op de therapie die je krijgt op de psychiatrische afdeling. Samen met Ineke Dekker kun je jezelf opnieuw leren kennen. Dat klinkt misschien gek, maar ondertussen gebeuren er heel veel dingen in ons hoofd waar we ons niet zo bewust van zijn. En het kunnen die negatieve gedachtenstructuren zijn die jou zo gestrest en neerslachtig maken. Wat ik nu heel vaak doe, het is stressregulering. Buitenwereld blijft hetzelfde, maar hoe jij met je indruk omgaat, dat kan zeker veranderen. Maar ja, we komen natuurlijk ook voor de massage. Want dat werkt natuurlijk ook heel ontspannend. Wat maakt zo'n biodynamische massage nou anders dan een gewone massage? Want het is niet echt zoals de fysiotherapie masseert. Het is meer het echt aangeraakt worden. Zowel de massage als de therapie is op jou afgestemd. Uiteindelijk, als jij straks op die tafel ligt, dan kan je dat pas als prettig ervaren als je je kunt ontspannen. Dus als er een bepaald vertrouwen is. Oké, laat die massage maar beginnen. Ga maar andersom. Samen met Ineke praat je, leer je, mediteer je en je wordt natuurlijk gemasseerd. En uiteindelijk word je je eigen stress de baas. En nog een kleine tip van Bijstandboy, neem wel een kammetje mee. Jij hebt nog een oefening, geloof ik. Ja, want nu door zo'n massage kan je helemaal openstaan. Als je dan in drukke Amsterdam weer komt, dan is het niet fijn als al die prikkels zo keihard binnenkomen. Dus ik mag even tegen jou aan gaan duwen? Je mag even tegen mij. Oké. Dus dit mag je inderdaad een beetje kracht zetten. En wij leggen weer de deur. Bijstandboy is weer helemaal fris, fruitig en ontspannen. En dan merk je dat je de wereld om je heen ontzettend anders beleeft. Tours en tickets. Vind ik zo leuk dat die toeristen hier gewoon kunnen genieten van de stad. Dat ze dat uit hun leven halen. Dat ze leren van al die nieuwe ervaringen. Prachtig. Geniet ervan, lieve mensen. Het is toch fantastisch, dames en heren. Dat je met al dat openbaar vervoer eigenlijk kan gaan en staan waar je maar wilt. De duif, dames en heren, dat is een prachtig dier. Het is het symbool van de vrijheid. En zo voel ik mij nu ook. Ik voel me bevrijd van stress en ik kan nu eindelijk genieten van deze prachtige stad en de wereld om me heen. Heb jij nou het idee dat je meer stress ervaart dan normaal of emotioneel niet helemaal sterk in je schoenen staat? Misschien is die biodynamische therapie dan wel wat voor jou. Je kunt altijd even kijken op www.inekedekker.nl. De link die staat hieronder in de beschrijving. Bijstandboy is overmorgen weer bij jullie terug met een vlog die zich weer volledig afspeelt binnen de gemeente Bunnik. Ik hoop jullie dan weer te zien.